Nou, de neuslippenplooi is het probleem is zoals je hem te veel ziet. En daar kunnen mensen zich aan storen. Er zijn meerdere soorten neuslippenplooien. Mensen echt van die droopy neuslippenplooien hebben. Of dat het gewoon echt een hele lichte vouw is. Maar goed, dat bepaalt soms wel van dat je. Ja, het bepaalt een beetje wat voor een soort behandeling je doet. Nou, één is om te vullen. Dus dat betekent gewoon fillers, zoals hyaluronzuur of radiessen of Sculptra. Of bijvoorbeeld waarin je eigenlijk het vet wat er overheen hangt, vermindert. Je kunt verwachten na een behandeling dus dat die gewoon weg is. Het is een behandeling die relatief makkelijk is en simpel. Die een hele duidelijke verbetering geeft. Belangrijk wel om te realiseren is dat je, als die heel veel dieper is, is dat je soms een soort lift moet genereren door bijvoorbeeld een klein beetje de jukbeenderen of net onder het jukbeenderen eigenlijk een soort lift te genereren met een filler.